Dames en heren, welkom terug weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag lanceren we de nieuwe Unturned serie Arm naar Rijk. Het doel van deze serie is om van de slechtste loot naar een van de rijkste te gaan van de server. In elke aflevering join ik weer een nieuwe server om een beetje variatie in te krijgen. Deze serie is geïnspireerd door de Rijks to Riches serie van mijn YouTube vriend Panda. En Panda heeft dan ook toestemming gegeven om deze serie te uploaden. Check sowieso over zijn kanaal en abonneer met dat belletje aan. Link staat in de beschrijving. Overigens zie ik ook dat 7,7% van jullie geabonneerd is en 92,3% niet. Dat is echt een enorm verschil. Abonneer sowieso met het belletje aan, rode knopje eronder, drop die like en dan gaan we direct de video in. Let's go! Kijken. Oké, we zijn ingespannen. We hebben geen kaartfiets, volledig vanilla server. Als het goed is zijn er ook geen kits of iets dergelijks. Top. Geen kit, let's go. Ah, dat is wel een slash home comment. Oké, part wire. Oh nee. Oeh, er is iemand. Ja, ik ga dood. Even tussendoor. Toen ik deze basis zag, had ik eerst echt zoiets van, what the fuck. Of dit is admin abuse, dus iemand heeft het ingespand. Of het is een kerel die echt ziek lang heeft lopen grinden en echt overal locks heeft geplaatst voor onzin. Mijn plan was om deze later te raiden, maar ik heb het niet gedaan, omdat ik gewoon bang ben dat als je dit in één keer raid, dat er gewoon dusdanig veel goede loot is, dat je gelijk, zoals je hebt, weet je wat, dit kan mogelijk ingecheat zijn, dat soort zaken allemaal. Dus nadat ik deze ook niet heb gereden, dat ik hier ook verder niet meer kom. Oké, nadat ik dus die grote basis had gevonden met al die lockers, etc., kreeg ik wel echt het gevoel dat het meeste op die server ingespand was. Ik heb dan ook besloten om die server te verlaten en even een nieuwe server te zoeken. Aangezien Panda zelf, mijn YouTube vriend dus, een x aantal servers heeft, besloot ik gewoon om een van zijn servers te joinen en daarop gewoon te gaan opnemen. Oké. We hebben dus die kerel gekillt net. Ik zal gelijk ook mijn inventory even een beetje meer gaan sorteren. En we hebben redelijk wat loot. Alleen bijna geen kogels. Tenminste, geen één kogel voor mijn fucking maple strike. Dus dat is wel kut. Maar we hebben wel redelijk wat. Het is niet het beste, maar hey, het kan ermee door. Het kan altijd beter, maar voor nu is dit wel even prima. Cobra hebben we wel echt mooi veel magazijnen. Dat is wel nice. Dit even daar en zetten we dit daar. Leg wat kleren, die kunnen wel even zelf voor wat meer benches en dressings. Ja.
Waarom de fuck stond mijn cobra niet op automatisch? Oké, dat was... Ja, die keer was na. Ik had letterlijk niks op zich, maar alsnog. Een umbrella. Oeh, het zijn er veel. Soms bij de construction site. Ja, dan gaan we naar Olympia, denk ik. Met Summerside is het hier natuurlijk, hè. Dit is geen Washington meer. Ja. Cool. Het enige nadeel nu is dat ik geen long range heb. Maar ja, misschien dat ze hier wat magazijnen kunnen vinden. Of een ammunition crate, dat zou nog beter zijn. Magazijnen heb ik wel. Oeh, de mega staat daar. Of niet? Jawel. Oké, dat maakte heel veel lawaai. Oh, alleen maar attachment, legit. Wow. Dat was het niet waard. Ai, 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 ai. Fuck, ik moet het bloed stoppen. Ik heb geen... badge of iets. God, sorry. Besef, die dude die knalde me met een fucking grizzly. Oeh, ik heb hier nog... Oh, ik heb nog een badge. Oh mijn god, yes. Oké, is dat hem? Nee, dat is een zombie. Wat je bent, jongen. Jemig. Oeh, Timberwolf. Oeh. Oké. Ik heb een helmpje. Holy shit. Een detonator. Oh mijn god. Met ze nemen. Ik moet snel wat kist hebben. Even een basis bouwen. Kom maar. Oh, ik kan wat drinken. Is er nog? Kijken. Oké,
Oké, we hebben dus een Timberwolf met 32 schoten. Dat is op zich wel prima. Alleen moeten we de Timberwolf repareren. Dus eigenlijk moet ik het daarnaast bestelletje. Ja, we hebben flink wat metal verzameld, zoals je kan zien. Het is niet superveel, maar het is wel iets voor nu. Nu zit het gewoon prima. Oké, dat is nog even zombies farm voor XP. Ik schrok zo hard van die koeien, jongen. Oh wacht, ik had nog zo'n kit erin dat. Oh. Ik heb een suppressor bij me, dat is mooi. Dit was zo kut. Ik dacht hier letterlijk, omdat die tank er dus op die tafel plaatst, als die zombie niet bij me kon komen. Hij zat al achter me aan, dus ik had zoiets, weet je wat, fuck. Ik pop even snel bandage. Ik zet die tank er neer en dan ga ik erop staan. Blijkbaar kunnen ze dan dus gewoon nog steeds hitten. Ik was aan het stressen, jongen. Ik ren zo snel mogelijk als ik kon terug naar mijn loot toe. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me.
Oké, okay, na echt een, wat dat zijn, 2 of 3 uurtjes gegrind hebben, heb ik eindelijk, relatief goede gear. Ammo is nog wel een ding, heb ik echt niet heel veel van. We hebben in ieder geval een detonator, 2 boxes Heiko, een Timberwolf, 3 Rals, 2 grenades, Cobra, Maple Strike, Chainsaw en een kleine base. Ik heb het een beetje geprobeerd te honeycompen, zoals je ziet. Het is niet helemaal gelukt, maar ja, weet je, het is vrij lastig om aan spullen te komen. Wel heb ik het zo gemaakt dat je alleen met parkour erin kan als je dat geleft hebben. En ja, hier heb je 3 airlocks, 4 de hero. En hier hebben we 5 lockers, sorry. En ja, niet heel veel bijzonders wat attachments. Een granaat neem ik even mee. Hier ook een paar mags, wat medicijnen, glue. Ah, hier ook nog attachments, hier nog een onzin. Deze is leeg. Ik neem alle high-tier loot met me mee voor het geval ik wel gereed word. Weet je, dan heb ik tenminste nog al mijn spullen. Maar in ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken. Dit was de eerste aflevering van Arm naar Rijk in Unturned. Dit is een beetje hoe elke video ongeveer gaat zijn. Ik had deze video echt veel meer willen doen. Maar tegen de tijd dat ik nu klaar ben met opnemen is het 1 uur in de nacht. Dus dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Ik moet ook nog de video gedaan en dit is ook natuurlijk weer een flink lange tijd, et cetera. Ja, als je het nog niet hebt geliked, doe dat dan sowieso even. Laat even comment achter wat je vond van deze serie of wat je graag in de toekomst zou willen zien. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Laters.